deze nieuwe video. Als mijn wenkbrauwen weer een beetje heftig lijken, ik heb mijn tweede touch-up behandeling laten doen voor mijn microblading. Dus nu is het klaar, maar het is pas net gedaan, dus het is weer super zwart nu. Dus ja, ik ben er nou eindelijk vanaf, dus als het nou geneest is het klaar. Ik ben er echt super blij mee. Als jij ook microblading wilt doen, ik zal haar Instagram en haar Facebook in de beschrijving plaatsen. Een normale behandeling is €350, maar als je zegt dat je via moi bent gekomen, dan krijg je €150 eraf en dan is het maar €200. En het is alleen geldig in de maand juni, dus als je je afspraak maakt in die maand, ja, dan betaal je minder. Dus als je altijd al microblading hebt willen laten doen, net als mij, dan is dit de ideale kans. Want nou betaal je een stuk minder en ze zit in Den Haag. Is ook handig om te weten. Vandaag in deze video, ik ga vandaag een betaalbare make-up look maken. Ik heb hier een bakje vol met allemaal nieuwe make-up producten. Ik heb deze allemaal besteld bij Bougie Shop. Nee, ik lieg. Sommige dingen bij Beauty Bay, maar het is in ieder geval allemaal betaalbaar. Er zit ook skincare bij, waar ik ook echt heel benieuwd naar ben. Het is niet echt handig, want ik kan al mijn gezicht niet wassen, want door de wenkbrauwen. Maar ik ga het dan gewoon met een washandje er proberen af te halen, soort van. Dus ik wil hem wel gewoon proberen vandaag. En het is vandaag super warm weer. Het is vandaag zaterdag. Deze video komt morgen online, dus ik ben weer allemaal lekker last minute video's aan het maken. Het is 28 graden, dus als ik er een beetje benauwd uitzie, dan weet je waarom. En dan gaan we gewoon nou snel beginnen met de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik heb heel even mijn haren omhoog gedaan, want het is echt super heet. En echt, mijn nek kon het niet meer aan. Oké, ik ga eerst beginnen met de skincare. Ik heb hier een Revolution masker. Revolution is in samenwerking met Jake Jamie. Ik kende hem niet. Ik ken hem eigenlijk nog steeds niet. Hij is een YouTuber, I think. I'm not sure. En hij heeft dus met de Revolution deze maskertjes uitgebracht. Je hebt een aantal. En ik heb deze Radiant Glow Face Mask. Vind ik altijd heel mooi om een glowy, radiant gezicht te krijgen. Het is vegan, cruelty free. Dit is een coconut, mango en chia seed mask. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik vind er ook echt super cute uitzien. Lekker zo geel. En hier achterop staat ook dat het je gezicht gaat exfoliëren. Dus een beetje dat scrub effect. En dat het je gezicht moisturized en radiant achterlaat. Je moet hem 10 tot 15 minuten oplaten en dan in mijn gezicht smeren en dan eraf wassen. Nou, ik ga hem proberen. Dit is dan hoe die eruit ziet van iets meer close-up. Dit is de bovenkant. Ik zal hem even draaien. Ja, dit is dan de bovenkant. Staat zijn naam op. Oeh, ruikt super lekker. Kijk jongens. Ik heb hier deze Primark foundation kwast. Daarmee ga ik hem aanbrengen. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Hij is dus geel met allemaal van die stukjes er doorheen. Nou, ik moet zeggen, hij voelt heel verkoelend aan. Echt extreem verkoelend. Ben ik heel blij mee, want het is vandaag super warm weer. Dus ik ga dit er gewoon oplaten en ondertussen ga ik mijn oogmake-up doen. Ik heb van Technique dit nieuwe oogschaduwpaletje. Deze zijn nieuw bij Bougie Shop. Je hebt hem in 4 varianten. Dit is echt een namakend dupe van de Huda Beauty paletjes. Ze hebben echt letterlijk die kleuren en paletjes nagedaan. Huda Beauty is heel duur en Technique niet, dus het is een betaalbaar alternatief. Ik heb het paarse paletje gekozen. Kijk hoe mooi deze paarse kleuren zijn. Even de ding eraf halen. Kijk, het zijn dus allemaal hele mooie paarse kleuren. Een paar matte kleuren en een paar glanzende kleuren. Dus ja, ik ga hier gewoon even een lookje mee creëren. Ik ga even jullie inzoomen. Mensen, ik was al begonnen, maar de camera stond niet aan. Ik heb mijn ogen gepruimd met deze Colourpop Concealer in de kleur Light 16. Nou ga ik beginnen met de oogschaduw. Ik ga eerst beginnen met deze licht paarse matte kleur voor in mijn arcadeboog. En met een grote fluffy kwast ga ik die zo aanbrengen in mijn arcadeboog en vooral in de buitenste ooghoeken. Ik heb mijn concealer niet afgepoederd. En ik gebruik natuurlijk weer gewoon de kwasten van mijn eigen kwastlijn. Dan pak ik deze meer rozige matte kleur en die ga ik ook in mijn arcadeboog doen en ik ga er een beetje onder. En ik gebruik gewoon nog steeds dezelfde kwast. Oh, mijn lippen zijn droog jongens. Ik ga even een balpje aanbrengen. Oh, mijn excuses dat jullie de hele tijd naar mijn droge lippen moesten kijken. Dan pak ik deze donkste paarse kleur. Deze is ook mat. Met mijn flaffen. Wauw, ik verzin gewoon een woord. Ik wilde zeggen platte fluffy kwast en ik maakte er flaffen van. Dan ga ik met mijn platte fluffy kwast deze kleur aanbrengen in de buitenste ooghoek. En ik druk het zo op mijn ooglid en ik blend het gelijk zo uit naar buiten. Wauw jongens, ik moet echt zeggen dat deze kleuren voor deze lage prijs echt super goed meewerken. Oh mijn god. Vooral paarse kleuren zijn toch wel moeilijk om te maken. Dat zijn altijd een beetje kleuren die niet altijd heel goed meeblenden en zo. Maar ik moet echt zeggen,
Ik sta echt een beetje versteld van dit paletje. En hij is maar iets van de 5, 6 euro of iets. Super goedkoop. Ik denk dat ik de andere paletjes ook ga halen. Je hebt ook een blauwe volgens mij en een beetje een rood-oranje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar mijn gezicht wordt een beetje rood. Zien jullie dit? Zou dat goed zijn? Hoort dat? Je moet hem ook maar 10 tot 15 minuten erop laten en hij exfolieert. Dus misschien moet ik dat ook doen. Ik wil hem gewoon heel de tijd erop laten terwijl ik mijn oogmake-up doe. Maar mijn oogmake-up duurt zeker 20 minuten. Dus ik denk dat ik hem eraf ga halen, jongens. Even mijn oorbel uitdoen. Ik ga heel even dit maskertje eraf halen met water. En dan kom ik zo terug. Oh, je moest hem wel ook een beetje zo insmeren met je handen. Dus dat zal ik ook even doen. Ja, hij voelt ook echt een beetje aan als een scrub. Jongens, ik ben zo terug. Even eraf wassen. Mensen, ik heb het eraf gehaald. Heel mijn gezicht is rood. Kijk dit helemaal. Oh mijn god, je moet hem er 10 tot 15 minuten op laten. Ik heb hem binnen die tijd er nou afgehaald. Hij is wel heel heftig. Ik ga even mijn dagcreme opdoen. Deze Clinique Jelly. Even erop smeren. Ik denk dat dit maskertje iets te heftig is voor mijn huid. Want dit is niet wat ik wil. Oh my god. Nou, ik ga gewoon verder met mijn ogen. En dan hoop ik dat het rood minder wordt. Dan pak ik deze felle paarse kleur. Deze is wel een beetje glanzend. Ik had maar gewild dat hij mat is. Maar deze ga ik ook gebruiken. En ook met mijn platte fluffy kwast ga ik die aanbrengen hier in de buitenste ooghoek. Om het iets meer paars te maken. Iets meer felpaars. Oh echt mensen, ik voel gewoon heel mijn huid branden hier. Dan pak ik weer mijn Colourpop concealer om een halve cut crease te maken. Dan pak ik deze mooie donkere paarsige glanzende kleur. En deze breng ik aan over mijn hele cut crease. Tenminste, als er iets vanaf komt. Dat zou wel fijn zijn. Ja, daar hebben we het. En ik ga niet tot de rand, want op de rand wil ik een andere kleur gaan doen. Dus ik blijf een beetje weg van de rand. En ik heb mijn kwast nat gemaakt met fixing spray ook. Maar deze glanzende kleur bakt er niet zoveel van. Kijk ook hoe poederig die glanzende kleur is. En hij geeft niet veel af. Oh, ik was echt klaar om positief te gaan zijn over dit paletje. De matte kleuren waren echt geweldig. Maar deze glanzende kleur, oh my god. Nou, de glanzende kleur zit er echt met moeite op. Maar ik vind hem niet zo... Nee, het kostte veel moeite. En hij is ook niet echt heel glanzend. Dan pak ik deze beetje iridescent paarse kleur. Oeh, ook die voelt echt super poederig aan. Ik wilde hem op mijn hand swatchen. Maar goed. En die kleur breng ik dan zo hier aan over de hele cut crease rand. Oké, het doet niet echt wat ik zou willen dat hij doet. Je kunt hem ook bijna niet eens zien. Ik ga deze lichtste rozige glanzende kleur pakken. En dan ga ik die kleur aanbrengen op de rand. Misschien is die iets feller. Ja, je kunt hem wel zien, maar het is allemaal echt heel mooi. Dan pak ik weer deze paarsige glanzende kleur. En dan ga ik die hier inblenden met de ooglidkleur. Nou mensen, de matte kleuren in dit paletje zijn echt top. Maar de glanzende kleuren, echt, die bakken er echt niks van. Veel te poederig en ze glanzen... Echt gewoon bijna niet. Ik heb nog iets nieuws voor de ogen. Ik heb deze twee chunky glitter paletjes. Als je het goed kunt zien. Deze zijn van het merk Festival Face. Deze kostte per stuk iets van 6 euro of zo. Ook niet heel duur. En Festival Face had nou van deze paletjes voor iets van 22 euro volgens mij. Of 25 euro. En dan had je per set is die prijs. En dan kreeg je dus superveel glitters. Ik heb ze van beautybay.com. Dat is gewoon een Engelse website. Dus je kunt daar gewoon makkelijk bestellen. En ik vind deze glitters echt super mooi. Het zijn een beetje chunky glitters. En deze drie glitters zijn gewoon normaal. En de rest zijn allemaal een beetje chunky. En dit paletje is het Feva palette. Dat staat tenminste hier achterop. Dus ik ga ervan uit dat dat de naam was. En dit paletje is de Feva Pride paletje. En ik ga even kijken deze paarse glitters pakken. Mensen, als ik jullie zeg dat ik niet overdrijf, dat ik 10 minuten erover heb gedaan om dit doosje open te maken. Hij is ook helemaal kapot nou. Ik heb hem echt open moeten breken. Wat een gezeik. Er staan verder ook geen namen op welke glitter het is. Maar dit is de donkerste paarse kleur in dat paletje achter iets. Ik gebruik mijn H&M glitterlijm om het aan te brengen. En ik ga het aanbrengen hier op de overgang van die twee kleuren. Oh, wat was dit een gezeik om open te maken. Ik raakte helemaal gefrustreerd. Zo, dan breng ik eerst de lijm aan en dan de chunky glitters. Ik hou van chunky glitters, die geven toch altijd iets meer kbam dan normale glitters. Kijk hoe leuk dit is. Ik vind het echt cute. Zo, ik denk dat ik het zo hierbij laat, dit is wel genoeg. Dan met een make-up doekje ga ik de fallout opruimen. De mascara die ik ga gebruiken is de HEMA Shooting Star mascara. Deze is niet nieuw. Ik had deze mascara al getest in de... festival make-up video waarin ik allemaal festival make-up test van de HEMA.
En ik vind dit echt een hele fijne betaalbare mascara. Als snap wimpers ga ik deze gebruiken van de AliExpress. Ik heb helaas geen linkje, want ik bestel altijd zoveel wimpers. Dat ik gewoon oprecht niet meer weet welke dit zijn. Ik zoek gewoon altijd op 3D minklashes. En dan vind je allemaal van dit soort mooie wimpers. Ga ik even opdoen. En dan kom ik zo terug bij jullie. En dan gaan we, beginnen aan het gezicht. Zoals je kunt zien is het rode echt al veel weggetrokken. Het probleem is dat ik niet weet of het normaal is dat mijn gezicht zo rood wordt of niet. Echt, I don't know. Kan iemand mij laten weten of dat normaal is? Want als dat niet normaal is, raad ik het masker niet aan. Maar als het gewoon normaal is, ja, dan hoort het erbij, I guess. But I don't know. Hij was in ieder geval best wel heftig. Ik ga nou eerst mijn gezicht primen. Daarvoor heb ik iets nieuws. Ik heb de City Color Glow Primer Oil. Ik denk dat je wel kunt zien waarom ik me zo aangetrokken voelde tot dit product. Hij is betaalbaar en hij is heel goud. Je moet hem ook echt eerst schudden voordat je hem opdoet. Het is een oil. Ik heb een droge huid. Al is het niet echt ideaal, want het is nou super warm weer. En zelfs mijn huid wordt dan een beetje vettig. Er staat op non-greasy, dus hij gaat niet greasen op je gezicht. Een lichte glans er doorheen en er zit vitamine doorheen. Maar welke vitamine dan? Ik weet niet welke vitamine er dan in zit, maar I don't know. Er staat op, je kunt het op je gezicht gebruiken voor je make-up. Je kunt het mixen met je foundation of aanbrengen op je huid voor een lichte glow. Ik ga het gewoon voor mijn gezicht gebruiken nou. Hij is echt heel goud. En hij voelt ook echt aan als een olie. Het is echt een olie. Hij is inderdaad een beetje glanzend. Hij is wel echt heel waterig. Het had voor mij wel iets minder waterig gemogen. Ja, dit is echt een olie. Dit gaat verder niks doen voor je make-up. Het gaat je make-up er niet langer of beter op laten zitten. Dit is echt een olie om gewoon een glow aan te brengen op je gezicht of je huid. Whatever you want. Zal ik ook gewoon een beetje aanbrengen hier zo. Even mijn handen schoonmaken. Ik vind zulke olie altijd heel fijn. Vooral in de droge dagen, in de winterdagen. Als mijn huid echt droog is. Ik zie ook, ik denk niet dat jullie het kunnen zien op beeld. Maar als ik heel close kijk op mijn huid, zie ik ook de gouden soorten van glittertjes er doorheen. Het is heel subtiel. Het is niet too much. Dat vind ik heel fijn. Want ik wil niet een hele gouden glitterbal zijn. Dus ja, I like it. Het geeft toch iets meer dan een gewone normale gezichtsolie. Omdat het dus een beetje die gouden glanzende stukjes er doorheen heeft. Voor foundation had ik de Revolution Conceal & Define gekocht. Ik heb deze al, maar ik had hem in een andere kleur gekocht. Die ik hier al heb is kleur F8. En ik heb hier F8.2. F8 is een beetje rozig. Ik vond hem voor mijn huid iets te rozig. Dus ik dacht, ik haal F8.2, want die is iets meer warm geel. Alleen is hij echt veel te licht. Kijk. Dit is echt een veel te lichte kleur voor mij. Vooral nu ik ook zelf bruine gebruik. Ik zal even F8 ernaast doen. Kijk, zelfs F8 is donkerder dan deze. Dus ja, ik heb hem voor niks gekocht. Ik ga dus vandaag een andere foundation gebruiken. Ik ga de Sugar Cosmetics Ace of Face Foundation Stick gebruiken in de kleur 03 Chococino. Ja, ik denk dat hij zo heet. Is gewoon een stick foundation en de kleur is nou perfect voor mij. Ik gebruikte deze niet heel vaak omdat de kleur altijd iets te goud donker was voor mij. Maar nou matcht die wel met mijn huidskleur. Omdat ik dus zelf bruin. Ik heb dat nou al 100 keer gezegd, maar oké. En dit ga ik dan zo inbuffen met mijn foundation kwast. Die olie eronder zorgt er echt voor dat hij nou makkelijk mee inbrengt. Wauw, deze kleur is nou echt perfect. I like it. Nou, mijn gezicht is echt mega glanzend. Ook omdat deze foundation glanzend is. Is nou één grote glanzende bedoeling. We gaan ze zo meteen een beetje afpoederen. En dan met mijn beauty blender ga ik er dan nog zo een beetje overheen. Voor concealer ook iets nieuws. Ik heb de Makeup Obsession Mega Conceal Concealer. Deze is ook van de Boozy Shop, ook goedkoop. En ik heb hem in de kleur nummer 9. Oeh, dit is echt een mega applicator. Super apart. Nee, hij is niet te donker. Ik was namelijk aan het twijfelen tussen deze kleur en een iets lichtere kleur. Ik ben blij dat ik deze heb genomen. Oh, de applicator is echt huge. I like it. Want dan breng je het lekker snel en makkelijk aan. Het is een long wear concealer met cafeïne erin. Cafeïne is altijd een goed ingrediënt voor onder je ogen. Dat zorgt ervoor dat je er wat minder moe uitziet. En dan blend ik het in met de beauty blender. Oh,
Oh, by the way, voor de mensen die Make-up Obsession niet kennen, dit is een make-up merk die onder Make-up Revolution valt. Revolution heeft verschillende takken en Make-up Obsession is een van hun merken. Fijne concealer, hij blendde makkelijk uit, de kleur is mooi. Het is gewoon een beetje de Revolution concealers die ik al gewend ben, alleen dan van Make-up Obsession. Ze lijken een beetje op elkaar. De dekking is goed, hij dekt heel mooi, een goede medium dekking. Het is niet een hele matte concealer, maar ook niet heel glanzend. Het is een beetje een naturaal finish en I like it. Ik heb geen nieuwe poeder om af te poederen. Ik ga vandaag de Catrice Glow Illusion Loose Powder gebruiken. Een hele fijne betaalbare losse poeder. En deze ga ik aanbrengen overal waar ik concealer heb gedaan. Kijk, zie je hoe glanzend alles is? Hier is nou poeder en hier niet. Hier is nog echt één grote glans. Ik ga niet echt ermee baken of zo. Ik druk het gewoon in mijn huid en klaar. Ik voel me nou een beetje net zo een elfje. Zo met deze glitter zo en mijn haar omhoog. Dan heb ik ook nog deze Essence Banana Poeder. De dop is er vanaf, maar dit is de Pressed Banana Poeder. En deze ga ik ook nog hier onder mijn ogen doen om het een beetje te verlichten. Want ik vind het allemaal iets te donker nog. Ik wil dat het iets lichter wordt onder mijn ogen. Dan pak ik deze Essence Soft Contouring Lip Liner. Dit is een paars lippotlood in de kleur 11 Sucker for Grey. Dit is een beetje een koele paarsige kleur en deze ga ik gebruiken als oogpotlood in mijn waterlijn. Dan ga ik deze twee kleuren met elkaar mixen en aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik weer deze hele lichte roze glanzende kleur. En die ga ik aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoeken. En dan weer met die HEMA mascara ga ik het ook aanbrengen op mijn onderste wimpers. Voordat we verder gaan met nog wat nieuwe producten, ga ik eerst even snel mijn gezicht en mijn neus contouren met de Ethos Contour Poeder in de kleur Light Medium. Ik heb ook een nieuwe bronzer, de Revolution Bronzer, Mega Bronzer, in de kleur 02 Warm. Super groot, hij is echt gewoon groter dan mijn hand. Je had hem in twee kleuren, nummer 1 en nummer 2. Ik ben gegaan voor 2 omdat daar bij stond Warm. En ik hou van warme bronzers, dat zijn mijn favoriete kleuren bronzers. Zo ziet hij eruit met een grote R hier. Deze is ook van Boosted Shop. Pak ik mijn bronzerkwast en je kunt er zo lekker in, want hij is echt heel groot. Hij is ook gewoon mat. Hij is wel echt heel poederig. En ik ga hiermee bronzen. Ik ga heel lichtjes over mijn huid. Want er kwam zoveel vanaf dat ik een beetje bang ben. En ik denk dat het maar goed is dat ik niet te veel ben ingegaan. Want kijk dit. Ik ben heel lichtjes gegaan over mijn huid. En er komt al mega veel vanaf. Kijk hoe warm dit mijn gezicht maakt. Kijk het verschil met deze en deze. Let wel op, hij is dus vrij donker. Ik had hem niet zo donker verwacht toen ik hem zag op de website. Maar dat is altijd het risico van online bestellen. Maar gelukkig ben ik hier om dit allemaal voor jullie uit te proberen. Maar ik vind de kleur wel echt heel mooi. Vooral voor zo'n betaalbare bronzer. Ik vind deze heftige warme bronzer altijd mooi. Dat is echt gewoon wat ik altijd wil. Kijk hoe mooi, jongens. Oh my god, I like this. Ik gebruik altijd mijn MAC Give Me Sun, maar dit is echt wel een goede betaalbare alternatief. I like it. Het enige wat wel echt een nadeel is van deze bronzer is dat hij echt zo poederig is. Echt, er ligt hier gewoon allemaal bronzerpoeder op mijn bureau. Dat is het enige nadeel, maar voor de rest vind ik hem heel mooi. Ik ga wel echt in met een lichte hand, want er komt echt gelijk heel veel van af. Maar echt, I like it. Hij heeft me echt gewoon echt de brons gegeven die ik wil. Ik ben echt een beetje enthousiast hierover. Voor highlighter heb ik hier ook een nieuwe van Revolution. Deze kleur is echt gemaakt voor mij. Ik vind het echt een prachtige kleur. Dit is de Reloaded Highlighter in de kleur Raise the Bar. Een beetje een champagne kleur. Kijk hoe mooi die kleur is. Wat me wel opvalt is dat die een beetje hoog in het paletje zit. In dit, ik weet niet hoe je dit noemt. Ik kan er nou even niet opkomen. Maar kijk, hij komt dus echt zo een beetje er bovenuit zoals je kunt zien. Zoiets heb ik nooit eerder gezien. Normaal is het gewoon allemaal één lengte met ook de verpakking. Maar deze komt dus een beetje eruit. Ik hoop niet dat hij eruit valt. Wow, de kleur is super heftig. Voelde wel een beetje poederig aan, maar wel super heftig. Nou, dan ga ik hem gewoon aanbrengen. Oeh, mooie kleur. Echt champagne kleur. Hij is ook niet te donker of zo. Ja, mensen, dit ziet er heel mooi uit. Ik ben altijd zo blij als betaalbare make-up echt mooi is. Dat scheelt zoveel tijd. En als je het dan opmaakt, kun je gewoon makkelijk een andere halen. Omdat het je niet gelijk dan weer 40
euro kost. Al denk ik niet dat ik 90% van al mijn make-up ooit zal opmaken, maar toch. Ondanks dat hij poederig aanvoelde op de swatch, is het op mijn gezicht helemaal niet poederig. Gewoon heel mooi, het blendt mooi in met mijn huid. I really like it. Go Revolution. Echt, Revolution is echt één van mijn favoriete betaalbare make-up merken. Ik ben zo blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Het is zo mooi, dewy, glanzend. Het is niet te veel afgepoederd, niet te mat. Het is mat waar het mat moet zijn. En het glanst waar het moet glanzen. Voor de lippen heb ik niks nieuws. Dus ik ga mijn HEMA Liquid Lipstick gebruiken. Deze is gewoon mat van de B-collectie. Super fijne liquid lipstick. Er staat alleen geen kleurnaam op. Ik weet dat ik deze wel in een HEMA video heb getest. Dus ik ga in de beschrijving zetten welke kleur dit is. Als ik het nog kan vinden. En anders ja, I don't know. Maar het is een hele mooie lichte paarse kleur. Staat wel mooi met de ooglook. Als setting spray gebruik ik de Catrice Prime & Fine Matte Finish Setting Spray. En dan zijn we klaar. Nou, dit was dan de make-up look. Ik ben echt heel blij met hoe het is geworden. De meeste producten zijn echt toppie. Ik zal nog even snel alles afgaan en kort vertellen wat ik er nou uiteindelijk echt van vind. Dit masker, ja, er staat hier wel op dat als het gaat irriteren op je huid, je het er gelijk af moet halen. En ik denk dat dat echt is wat er gebeurde. Hij is echt gaan irriteren hier. Ik heb dit nooit met maskers. Ik scrub ook vaak genoeg mijn gezicht en hij was nooit helemaal zo heftig rood. Dus deze is denk ik echt een nee voor mij helaas. Dit oogschaduwpaletje ga ik helaas ook niet aanraden, omdat alleen maar de matte kleuren echt goed zijn. En die zijn echt goed. Ik was echt gewoon in shock. Maar toen ik ging beginnen aan de glanzende kleuren, gewoon letterlijk allemaal die ik heb gebruikt in ieder geval. En ik heb ze bijna allemaal gebruikt volgens mij, behalve deze. Nee, ze werken gewoon niet. Ik vind het niet heftig genoeg. Het is niet wat ik zoek in een glanzende oogschaduw. Uiteindelijk is de look wel mooi geworden, maar echt met moeite. Dus nee, je kunt beter een ander paarse oogschaduwpaletje halen. Deze foundation van Sugar Cosmetics, deze foundation stick, ondanks dat ik hem al wel even heb, hij is dus niet echt nieuw, maar hij is wel echt nieuw in de zin dat ik hem nooit heb geprobeerd omdat hij niet mijn kleur was. Ik vind hem echt geweldig. Ik ben nooit echt heel erg een fan van stick foundations. Maar deze is echt top. Hij heeft een mooie dekking. Hij is een mooie gouden kleur. Het is echt een perfecte match met mijn zelfbruiner huidskleur. Dus ik vind hem echt heel erg fijn. Deze bronzer, ik denk niet dat ik hier nog iets over hoef te zeggen. Echt geweldig. Maar let wel echt op. Hij is echt vrij donker en vrij oranje. Dus als jij te licht bent en je gaat hem opdoen, dan gaat hij helemaal zo oranje uitpakken op je gezicht. Dus je moet wel echt getint zijn. En anders is misschien kleur nummer 1 beter. Deze concealer ook echt top. Gewoon wat ik gewend ben van al mijn andere Revolution concealers. Hij heeft een mooie naturel finish. Heel mooi voor alledaags. I like it. Deze highlighter ook geweldig. Kijk even hoe mooi, jongens. Oh my god, echt top. Deze primer oil ook super fijn. Hij maakt je gezicht wel echt heel oily, heel vettig. Dus als je al een vettige huid hebt, dan zou ik het gewoon echt niet doen. Maar als je echt een hele droge huid hebt, ook als je een hele extreem droge huid hebt, deze gaat denk ik jou echt helpen om het wat minder droog te maken. Ik zie ook echt de glow gewoon echt op mijn gezicht. En ik denk dat deze primer ook echt een hele grote rol daarin heeft gespeeld. En deze glitters, echt top. Ik vind die ik vandaag op heb gedaan echt heel erg mooi. Het is wel echt een gezeik met deze open te maken. Überhaupt dit hele ding openmaken was een gezeik. Want je moet heel dit eraf trekken. Wat niet makkelijk gaat. Toen was hij dus open. En toen kreeg ik deze bakjes ook niet open. Oh, echt een gedoe. Dus daar mogen ze echt iets aan gaan doen. Maar voor de rest hele mooie glitters. Ik vind het echt heel erg leuk. Nou, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik in ieder geval wel. Vergeet niet te liken. En vergeet niet te abonneren door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!